geen gel en groen. En hoe? Waar gaan we naartoe? Genk, centrum? Ja, centrum. Dat is ja, juist. En dan één ronde parcours, dat is het. City Grid. Ja, City Grid. Dat is al zo'n beetje. Je bent wel goed in de start, was. Hier niet te blijven uit. Ik heb vroeger even die brug. Tasha. Daar hebben we een andere. Ja, lekker. Ja, we zijn weg. Klopt, we kunnen worden. Kom aan, Davy! Zeg, kijk nu uw buurman. Daar is Simone, daar! Daar is Simone! Kom aan, wat doen we? Roel met de... En achter hem dus zijn vierde hond Jacob Toegelsang. Gevolgd door het nummer 202, Gilberto Simoni. Hey Davy! En hier de cameraman van dienst Fons. Ja. Fons die zei in Praloop 5 fietsen uit zijn auto gestolen hadden. Roel Paulussen schijnt weinig last te hebben van zijn kwetsuren aan de ribben. Geef een daverend applaus de mannen die deze wedstrijd kleuren. Ex-wereldkampioen belofte. Jacob Voegelsang met het nummer 205, gevolgd door Bas Peters. En met het nummer 4, Jimmy Tielis. Nu naar beneden. U ziet zelf het verschil. U heeft het allemaal. Ja, die zitten op een seconde of 60 denk ik van de lijn. Jimmy is nog bezig. Een vult hier achter. We zien Niels Vuppen daarbij. De man aan de leiding, daar is hij. Jawel. Prachtig en nou vasthouden. Zorgen dat hij de zaken op een rij houdt. Niet in paniek raken en zorgen dat je nu die voorsprong kan vasthouden. Met een luid applaus. Op de tweede plaats hier, Jacob Voegelsang. Het is een prachtige coureur om te zien. Hè. Stijlvol altijd als je Voegelsang ziet gaan. Daar gaat het beest uit Nederland een keer. Jelmer Pietersma. Op Simoni en Roel. Daar komt hij aan. Amen, jawel. Gilberto Simoni en Roel Paulussen. Op 2 minuten. Hier is Simoni. Het wordt nog een onderling gevecht hier met Simoni en Roel Paulussen. Laatste ronde. Dat is Jan. Kom aan, Jan. Jan gaat aan de grote prijs. Roel Paulussen. Hier is de man op de rug nummer 2. Die achter de motor zet met de opmacht vieren. Geef hem een ovationeel applaus als hij naar boven is. Als hij naar beneden valt, dan komt de onderhoek hier beneden. Geef hem een geweldig applaus. Hier is de absoluut sterkste man. Hier is
is het zo hoor. Een zware wedstrijd? Het is fantastisch om zo af te sluiten. Ik voelde al van de eerste ronde dat ik gewoon het superbeen had. Ik zei tegen Jimmy, ik zei, dat kan niemand volgen, want het rijdt toch niet echt af. Maar toen kwam Groen bij ons en je trok in de derde ronde, denk ik, vierde ronde trok je zo hard op. Maar ik had eigenlijk nog geen probleem om wel met zijn wiel te wrijven. Ik moet wel eerlijk zeggen, Roel heel erg denk. Want de ene keer was je een stuk achtergekomen, dus iets fiepen en iets kracht naar het fieten. Dus ik pak nu mijn 16e overwinning, de 4e in de Benelux Cup. Ik pak 7 of 7 in de Flanders Cup. Alleen België heeft ook niet goed gehad. Maar ik win nu de Benelux Cup ook. Ik ben blij dat ik zo kan afsluiten. Maar David was sterk vandaag, moet ik zeggen. Het was niet zomaar dat Kan je gemakkelijk in zijn wiel blijven? Gemakkelijk, ja, als op kop rijden gaat het nooit gemakkelijk. Nee. Maar toen ik zelf op kop rijd, hij we onmiddellijk weg. Op het hoogste podium, hij heeft niet voor niks Psycho, dat is een naam. Maar ook zijn naam zal hier met grote letters worden geschreven, want hij heeft het goed gedaan in de categorie van de belofte. Hier is Björn Brems. Met de zonne, de bloemen is het bijna compleet. De dames ook graag even erbij voor de foto. Maak het even compleet. Nou, is het mooi of niet? Ik dacht het wel. Hier zijn de beloften. Hier is Sebastian Karabé. Hier is Niels Mubbe. En hier is Björn Brems. Nou, moeder Koenen, je bent er nooit bij, hè? Je bent er nooit bij, hè? Zeg, hier naartoe. Ja, dan gaan we hier naartoe. Ja, hoor eens even. Zie je wel. Je merkt de eerste ronde al dat het echt super ging. Het ging gewoon makkelijk. Jimmy en ik hebben de eerste drie ronden gewoon op kop gereden. En eigenlijk heel gegeven hard. Maar ik zei tegen Jimmy, ik zei, dat kan toch niet. Het gaat gewoon zo goed. En daar kwam Roel bij ons. Die trok op de eerste klim al zo hard door. En ik kon eigenlijk goed mee. Ik zat wel aan, maar ik kon eigenlijk goed mee. Je was verbaasd van jezelf? Nee, ik was niet verbaasd van mezelf. Maar je moeder wel, hè? Je was verbaasd van, of niet dan? Ik wel, ja. Ja. Felicitaties hier voor Davy, zoenen voor van zijn moeder. Oh, hier zijn ze, Jelle Pietersma, Jacob Pietersma en Davy Koenen. Prachtig zo voor het album nog een keer gedaan. Kunnen we er weer voor langs of... De kleine laat zich natuurlijk niet regisseren en zo hoort het ook. De bloemen erbij, Jimmy. Mooi. Nou, daarmee, dames en heren, gaan we het toch echt afronden vandaag hier. Nou. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat je hem nog niet thuis had, Davy.